Het schijnt de laatste dag goeie weer. Dus we moeten erin vliegen, schatje. Ja, de laatste dag volledig zon. Ah ja. Het wordt wat wisselvalliger, dan gaan we regen vallen. En ja, je wist niet doen, ik niet, hè? Wat gaan we doen? Ik heb betonblokken halen voor een burger te maken, voor als vader op te zetten. Moet ik zelf metal maken, misschien betonnetje maken. Ja, ja. Het is allemaal nieuw voor mij. Maar ja, dat komt er in orde. Trouwens, je zag hoe mij rood. Is toch alles goed? Elke designer zou er fier op zijn dat ik zijn kleren draag. Oké. Ja, ziet u, een verlost man. Ik ben verlost. Weet je waarom? Zeg het eens. De belastingen zijn geweest. En ik heb vanmorgen gisteren een brief gekregen. De afrekening van het stopzetten van de zaak. En mijn boekhouder heeft goed werk gedaan. Hij heeft op de euro na praktisch had hij mij al verwittigd hoeveel dat mij zou kosten. Ik heb dat, normaal gezien moet hij dat tegen mij betalen. Ik heb dat met alle plezier van de morgen geregeld. Ik ben er vanaf. Free Belgium. Het paradijs voor de doe-het-zelver. Ik ga hier naar achter eens bij de antiek zien, want hier is ook een paradijs voor mij. Kijk, er zijn hier allemaal antieke bouwmaterialen. Ik heb hier nog een bon, dus ik zal eens gaan snollen. Wel, dat zijn de mannen van het goede leven, ze. Ja, pensioen, hè. Kijk, we hebben daar een spiegel gezet. Dat is een beetje een speciaal effectje. Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet vinden, maar... het heeft wel iets, hè. Het is hier weer landelijk. Gezellig. En modest. Vind jij dat ook? We gaan nu bij onze buren. De wijnboer. Die grote vaten halen. Als er iemand is, tenminste. We mogen die hebben aan €50 per vat. Dat had ik dat niet gezegd. Aan een vriendenprijsje. Aan een vriendenprijsje kunnen we die hebben. Check de stal van de boer. Die mannen hebben toch nogal gerief. Hier is ons terreintje. Hey, het begint een beetje echt te worden, hè? Het begint een beetje echt te worden, ons zelfvoorzienend paradijs. We hebben toch altijd geluk, hè? Wat zijn we? Ik ga rummen, hè? Zit er rum in? Zit er nog? Ik dacht mijn patatten mee giet, hè? Staat dat erin? Boisson alcoolisé. Plus de 70 d'alcool. 70, excusez-moi. Nieuwe werkdag in Lusje Mijn Door. Eens zien wat dat man doen is. Kijk maar, hij hoort me niet. Samar? Beaucoup de pierre, Chrisje. Beaucoup de pierre. Vertel eens wat dat gaan doen, zei. Ah, ik heb een tonnetje gegeven van mijn palet op te zetten, want er komt een vat op. Van 1000 liter, dat is 1000 kilo. En jij dacht dat dat niet nodig was. Maar ik weet nu wel dat het wel nodig is, want hier is van zijn leven gegraven. Hier is eigenlijk veel grond. We hebben ook wel losse stenen, maar het is niet echt op grond. Snap je? En ziet het zitten? Tot hier toe nog wel. Kijk, dat is ons caravanpark. Dat hebben we hier gisteren allemaal weggezaagd. Ik ga hier zelfs een vuurtje maken.
En alles is mooi aan het groeien. Hè. Ik heb overal paasbloemen gezet. En tulpen. Hoort de vogels hier. Even tussen de maartse buien door. Eens checken hoe ver dat hier staat. Vraag het niet zo goed, Janneke. Ja, Kieske. Dat deed je, hoe zeg je dat, de kaar voor de nezelspand? Ik weet het niet. Ik weet niet wat je wilt gaan zeggen. Dat ik daarop geweest ben. Die in afloop was nog niet aangesloten en die doet ook dat betonnen kan al eten. Ten eerste, ik kan wel beton te kutten, dus ik moet gaan bijhalen. Maar het ergste van alles, hier zijn twee stortvlagen over gegaan. En mijn couffrage, zo genoemd, met al een deel beton in, is gewoon verzopen. Dus ik kan niet anders doen dan dat, denk ik, laten drogen. En als het droog is, de laagbouw op te eten. Maar beton is stik nog groot. Dus, Want dat geen stevig betonnetje dan? Ja, zeggen ze niet dat dat goed is als er water op komt? Als de cement niet weggespoeld is, zal er wel verder. Ik weet het. Ja. Zondagmiddag, rustig. Ja, we zijn al goed bezig geweest nog thuis. Wat jij echt ervan? Ja. We zijn een betonmuilen gaan halen voor gemakkelijker een betonnetje kunnen gieten. En nu met onze weg ook de brokant uitgaan, brokantmarkten. En Chris heeft iets gevonden op een dik uur, 2 uur van hier. Anderhalf uur. Ik kan het opzoeken en zien dat we daar waar kunnen vinden voor te kunnen verkopen. Hè. We zullen zien. En voor ons amuseren. Oh, een mooie tocht. Heb ik geluk? Onverwachts komen we hier een brokante tegen. Zijn wij aan het rijden, komen we er een brokantmarkt tegen, zeg. Allee, niet te doen. Stappen we op, wat zien we. Geen rotte frank bij. Dan moeten we maar ons tong gebroken, hè. En vragen wat er hier een bank is, en voilà. 5 minuutjes stappen, en Christian er weer al centen. Ze kan gaan spenderen. Zeker van hem, zeker van hem. Heb je wat gevonden, Chriske? Een kapstok. Allee, dat past in de bloemenkraam zeker, hè? Goed, hè? Zo zot. Precies op het einde van de wereld. Hier al op een landhuggetje. Waar gaan we terecht komen, schat? Spannend, hè? Tussen de rummel, Chriske. Ik weet niet, volgens mij is dat iets heel moois. Ja. Ja. Hier ben je nou echt op het einde van de wereld. Dat kon je niet uit je eigen vinden. Zo, kijk van paradijsje hier. Oh. Hier word ik weer blij van, hè, mannen. Hoi, Modest is niet alleen. En dan dat goeie weer, dat is toch zalig, hè? Het zijn heel toffe mensen, amai. In de zomer serveert ze hier ook drinken. Dus we moeten zeker terugkomen, schatje. Dat is hier een paradijsje, dus ik moet ja, zeggen. Ja, amai. Zalig. Van die... Waarschijnlijk komen die ook. Want ze had op haar Facebook heel veel Indische kasten staan. Ja, maar ja, dat moet ook niet, hè? Als je ervan houdt. Dat is wel mooi, hè, dat raam. Ah, oké. Okay. Dat is wel goed gezien, hè. Dat was een ontdekking, zeg. Goh.
Een goede koper, je hebt iets gekocht. Ja. Ik had een heel mooi beeld gezien, maar dat was een bronzen. Een bronzen Shiva. Die kostte wat veel. Een centje. Oei, dit is een weg kwijt. Allee jong. De hoge rotsen. Een gezellig caféke, maar het is niet open. Hoe komt dat toch? Kijk eens hoe mooi. Het is hier toch wel overal even prachtig. En wij wonen hier, hè? Ik ga het rijden met de auto. Hé? Ben je al 6 uur aan het rijden? Ja, wel. Ik ben even zo vertrokken zijn. Ah, ja. Maar dan kunnen we direct nog in het zonnetje aperitief op onze heuvel. Ja, wel. Ja. Het is echt nog wel mooi weer geweest vandaag. Ja, het is niet warm. Ja, dat is koud. Ah, ja. Ik ga je goed in het zonnetje. Ja, het zonnetje is zonnetje, hè. Zuid-Frankrijk. Volgens mij heeft God hier kleuren bijgemaakt. Dat was in Costa Rica, Chrisje. Ik heb nog nooit zoveel intens groen gezien als hier in Frankrijk. Groen, groen en groen. Nu gaan we naar het erfje. Zet je aan het zien? Ja, ik heb een gevoel aan dat. Hoeveel geluk kan een mens hebben, schat? Wij komen thuis, het begint wat te regenen en kijk de regenboog. Dat is voor mij echt een geschenk. Hè. Na 7 stopt, maar ik twijfel eraan, gaan we kinderen aperitieven. Een dagje rondrijden en dan wijnen op de rode stoeltjes. Dat weet ik al wel. Halverwege onze hof hebben we een tafeltje met roeistoeljes. Dus wat zeggen we? We gaan aperitieven bij de roeistoeljes. Tussen de bloesem van de wilde pruimen. Sleedoren. Sleedoren. Met zicht op de werken van onze tuin. Die ging een gazon te worden precies. Komt niet in orde. We zitten hier nog wel in de weer. Ja, het zonnetje gaat schijnen. Het gaat niet lang duren.